Er liggen een paar rozen bij de voordeur van de vrouw die gisteren door een agent werd neergeschoten. Ze overleed uiteindelijk aan de gevolgen van die schotwonden. Verdriet overheerst bij buurtbewoners, maar er is ook boosheid. Ik ben wel van mening dat er heel veel nalatigheid is geweest hier in deze zaak. Haar dood is volgens de buurtbewoners onnodig. Al jaren vragen zij om hulp voor de vrouw. We zijn echt al een jaar bezig met melden. En ja, vanaf juni, juli zo'n beetje is het echt heel erg geworden. Ja. In de vorm van agressie, schreeuwen, met messen dreigen heel veel. Ik ben zelf ook bedreigd met een mes. Mijn vriendin is geslagen met een zaklamp. Ik heb tussen de 60 meldingen gemaakt al. En, ja, ik denk dat er gemiddeld in een jaar tijd 200 meldingen zijn gemaakt. En de politie zegt gewoon dat je er niks aan kan doen en dat er geen bewijs is. De avond voor het noodlottige schietincident ging het al mis met de vrouw. Toen had er volgens haar buren echt ingegrepen moeten worden. De avond daarvoor is mevrouw in een psychose geraakt. Toen hebben wij netjes melding gemaakt bij de politie. Toen kregen wij te horen dat de crisisopvang vol was en dat er eigenlijk helemaal niks mogelijk was op dat moment. Ja. Dat zou 4 uur duren ongeveer. Ze werd niet opgehaald? Nee, ze is uiteindelijk na die 4 uur was ze nog steeds thuis en we hebben niemand gezien. Ik vind het echt heel jammer, heel triest. De GGZ wil niet reageren op vragen van NH Nieuws. De politie kan niet reageren zolang het onderzoek van de Rijksrecherche nog loopt. Die bekijken de toedracht van het schietincident, maar nemen daar het verleden van de vrouw niet in mee. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht van het schieten. Daarbij hoort natuurlijk wel ook de situatie kort voordat het schietincident heeft plaatsgevonden. Dus daar wordt onderzoek naar gedaan. Maar naar de persoon van het slachtoffer, dat valt niet uitgebreid onder het onderzoek dat de Rijksrecherche op dit moment uitvoert. Nee. Het gaat er dan voornamelijk om dat de avond voordat dit gebeurde er al aan de bel getrokken was, dat de politie al aanwezig is geweest? Daar kan ik u helaas niks over zeggen. Volgens buurtbewoners moet het hele verhaal over de problemen van de vrouw onder de loep worden genomen. Ik vind dat er heel veel fouten zijn gemaakt. En ik vind dat het persoonlijk heel goed onderzocht moet worden. Ja. Ook vanuit de crisisdienst, ook vanuit de politie. En ik hoop dat ze niet naar elkaar gaan wijzen.